ik ben Lien, ik ben 15 jaar en ik doe aan Survival Run. En ik ben hier vandaag om de wedstrijd in Aalegem mee te doen. Ik ben Dries van Bossen, 17 jaar en ik neem vandaag deel aan het Belgisch kampioenschap Survival Run voor 15 en 17-jarigen. Waarom heb je juist voor Survival Run gekozen? Ah ja, mijn onkel heeft dat altijd gedaan en ik vond dat een leuke sport en daarom ben ik dat ook dan beginnen doen. Vooral omdat het is een avontuurlijke sport, het is buiten, ik hou van de buitenlucht en kan er mijn eigen in volledig in geven. En de familie, hoe reageren zij? Ja, die kenden dat al wel dan door mijn onkel, maar ja, die vinden dat wel leuk dat ik dat doe. En hoe is de reactie van uw vrienden? Ja, die kennen de sport niet echt, dus ja, die weten ook niet echt wat dat is. Maar ik heb er één vriend ook kunnen overtuigen om mee te komen doen, dus die komt nu ook altijd. Eerst was het zo van, ja, het is een gemakkelijke sport en ja, het houdt niet veel in, totdat ik ze eens meegenomen heb naar hier. En ja, sindsdien hebben ze wel respect voor mij dat ik dat doe en ja, ze kijken er wel naar op. Wat is de moeilijkste hindernis voor jou? Ah ja, voor mij is dat eigenlijk het lopen vooral. Vooral de apenhang over de vaart en ook als ik kou heb door nog door water gaan en zo. Dat is het lastigste van al.